Welkom bij Koken met Koenen, de speciale kersteditie. We gaan vandaag een mosterdsoep maken. Dat is een vrij eenvoudige soep. Maar het is een soep die wel past bij eigenlijk alle gerechten die je daarna eet. Als je een hele scherpe soep neemt, dan is dat niet zo heel geschikt. Dus ik heb de prei die heb ik afgespoeld. Ik heb het grote groene blad eraf gehaald. Het wortelgedeelte. En dan ga ik de prei die ga ik in reepjes snijden. In de tussentijd zet ik even de braadpan op het vuur. Ik doe de boter in de pan. Nou, de boter die is gesmolten. Die moet niet bruin worden. Want dan ga je het echt bakken. En dat wil ik niet. Ik doe normaal gesproken, als ik grotere pan heb, doe ik de kookroom bij de bouillon. Maar daar wacht ik nou even mee. Maakt op zich niks uit. Wat er wel moet gebeuren is, in de boter die gesmolten is, dan ga ik de prei. Ja, je zegt fruiten, maar eigenlijk fruit je hem niet. Je gaat hem verhitten. Dat hij een heel klein beetje kleur krijgt. Dan gaat het shallotje bij. En het shallotje moet glazig worden. Dat is ook als je ui fruit. Dan moet hij glazig worden. Maar je moet de ui nooit donker laten worden. Want dan wordt hij bitter. Nou. Dan kan ik de bloem er doorheen doen. De bloem die hecht zich dan aan de prei en aan het shallotje. En de bloem die zorgt voor een mooie binding in de soep. Anders dan wordt hij een beetje dun. En als je het nu bij de prei doet en bij het shallotje, dan verdeelt hij zich heel mooi over de soep. Als alternatief kun je dus de soep maken en later met een bloempapje afbinden. Maar bij deze soep is dit wel eigenlijk veel lekkerder en handiger. Wel goed over de bodem blijven roeren. Totdat je ziet dat het een heel klein beetje iets donkerder gaat worden. En dan is hij goed. Nou, dan is het tijd voor de bouillon. Ik heb bij in de pan. Kijk, vuur mag een beetje lager. Daar gaat de kookroom bij. Denk aan, sommige mensen nemen slagroom. Maar je kunt beter kookroom nemen, of ze noemen het ook wel koksroom. Want die gaat niet schiften. En slagroom kan het zijn dat die gaat schiften. En dan heb je het werk tot nog toe voor niks gedaan. Ja, dan moet je weer de nieuwe ingrediënten gaan pakken. Hè? Dan is het tijd voor de Franse mosterd. U hoeft trouwens niet mee te schrijven, want de recepten staan allemaal op kokenmetkoenen.nl. En dan staan ze goed uitgelegd. In principe is je nu al goed. Ik doe er altijd wat gedroogde peterselie in. Je kunt ook verse peterselie nemen. Alleen de smaak van verse peterselie varieert wel eens van het seizoen of van waar die vandaan komt. En gedroogde peterselie, dan heb je altijd dezelfde smaak. Dus dan werk ik altijd met gedroogde kruiden. Nou, de soep is in principe nu klaar. Ik kan hem opdienen op het bord. Ik maak altijd de kerstgerechten zoveel mogelijk een dag van tevoren. Want dan heb je de dag van kerst voor je gezin, voor de familie, voor je vrienden. En het voordeel is, als je een soep of een stoofschotel of zo, als je die dag eerder maakt, dan zijn de smaken veel meer één geworden. Dus dan is het gerecht eigenlijk alleen maar veel lekkerder geworden. De mosterdsoep. Lekker stokbroodje erbij. Een croissantje. Doen sommige mensen ook wel. Mooi opgediend. En dan hebben we een heel lekker voorgerecht. Nou, dan gaan we nu door met het hoofdgerecht. Een bœuf bourguignon. Een hele lekkere stoofpot. En daar gaan onder andere champignons in. En champignons vind ik altijd, die moeten een beetje klein zijn. Verdelen ze zich goed over het gerecht. En dan geven ze ook goed de smaak af. Dan heb ik behoorlijk grote champignons. En dan snij ik die doormidden, voordat ik er schijfjes van snij. Want anders krijg je een hele grote champignons erin. En daar ben ik niet zo weg van. De pan staat op het vuur, de braadboter zit erin. En die mag, nu mag die wel lichtbruin worden, want de champignons die mogen natuurlijk een kleurtje krijgen. Nou, die mogen het eerste. De rest gaat erbij. Ik zet het vuur weer helemaal hoog. Dan draai ik het snijblad om, want als je vlees of vleeswaren gebruikt en groenten, dan moet je een ander blad pakken. Je mag het ook, als je het één keer doet, mag je hem omdraaien. Ik heb ontbijtspek laten snijden. Er gaat 3 ons ontbijtspek in. Je hoeft trouwens niet mee te schrijven, want de recepten staan allemaal op RN7 en op kokenmetkoenen.nl. De ontbijtspek heb ik heel erg dun laten snijden. Dan krijg je een bergje, dan leg ik het zo op elkaar. Ik plet het even, dat het goed stevig is.
En dan maak ik er hele dunne reepjes van. En dat doe ik omdat ik vaak in gerechten ga blokjes spek. Maar dan proef je een blokje spek, wat overigens altijd een beetje stevig blijft. En een blokje geeft natuurlijk minder smaak af als wanneer het heel fijn gesneden is. Dat mag bij de champignons erin. Er komt zometeen ook uiblokjes bij, maar die moet je altijd, die mag je eigenlijk niet fruiten. We noemen het wel fruiten, maar de ui moet gewoon niet donker van kleur worden, want dan wordt die bitter. En dit mag beide, de champignons waren al een klein beetje bruin. Nu komt het spek erbij en dat mag ook wel een klein beetje bruinen. Dan wordt het ook nog een beetje knapperig. Nou, de champignons zijn een beetje lichtbruin van kleur. Dan mag de ui erbij. Je kunt gewoon witte ui nemen. Ik vind rode ui in stoofgerechten altijd nog wat lekkerder. Dus ik werk altijd met rode ui. De wortel, dit is winterwortel, ook klein snijden. Die mag erbij. Nou, dan gaat de tomatenpuree erbij. En je roert totdat het zich heel goed verdeeld heeft. Dan mag de mosterd erbij. En mosterd, ik gebruik in principe altijd in alle gerechten Franse mosterd. Want die is toch lekker zacht van smaak. En die geeft naar mijn idee een heel warm gevoel, een hele warme smaak aan het gerecht. Nou, is het vlees aan de beurt. En bij veel stoofpotjes braad ik eerst het vlees, haal ik uit de pan en dan ga ik dit maken. Maar in dit geval, omdat hij gewoon uren moet staan, kun je het vlees gewoon erbij doen. Want hij gaat op een redelijk hoge temperatuur gaat hij garen. Nou, dan gaan de kruiden erbij. En dan hebben we het gehad. Er zijn veel recepten met stoofvlees waar bloem doorheen gedaan wordt door het vlees. Maar dit is zo'n vol gerecht. Dat is helemaal niet nodig. Dit bindt zich gewoon vanzelf. En dan doe je er eigenlijk net zoveel heet water bij. En vooral dus heet water. Want als je koud water doet, dan schrikt het vlees. Dan worden de eiwitten en het bindweefsel, dat wordt hard. En dan krijg je echt een taai gerecht. Zo, dat het net onder staat. Nog even goed doorroeren. Nou, dit ziet er prima uit zo. Regelmatig in de pan kijken, even doorroeren. Als de braadvocht verdampt, een beetje heet water erbij doen. Deksel erop doen. En het kan lekker gaan pruttelen. Nou, dat ziet er goed uit. Hij is mooi gebonden. Dus. Ik zet altijd de pan op tafel. Maar nu wil ik toch even laten zien hoe het stoofpotje eruit ziet. Ja, en wat gebruiken we erbij? Ik vind zelf altijd bijna overal gebakken aardappeltjes lekker. Aardappelpuree. Kun je op de site ook een heel mooi gerecht van vinden of recept van vinden. En als groente pak ik altijd groene groenten. Sperzieboontjes of broccoli. Bloemkool kan ook. Ja, en rode kool kan ook. Maar dat vind ik nou niet iets voor de kerst. Dus. Maar je kunt er echt veel kanten mee uit. En als je zegt ik wil het helemaal gemakkelijk doen, dan kook je gewoon een pan rijst. En dan doe je het bij rijst. Nou, en dan nu het nagerecht. Een chocolademousse, zelf gemaakt. Ik heb een pannetje met een klein beetje kokend water op het vuur gezet. Dat kookt op het moment. Daar gaat een schaaltje in. En we gaan de chocolade, is pure chocolade, die gaan we vloeibaar maken. Dat pannetje moet je wel uitkijken dat de schaal dus boven het water komt. Die mag niet in het water komen. Ik doe hier even een beetje melk in. Want dan gaat de chocolade, die gaat makkelijker, gaat niet zo aan de bodem vastzitten. En die kunnen we makkelijker smelten. Je kunt blokjes nemen, doe ik normaal altijd, maar dat duurt veel te lang. Dus daarom heb ik nou gekozen dat we niet zoveel tijd hebben om het zo te doen. Dus om de chocola te raspen. En nou is het zaak om hem door de slagroom te kloppen. Dus eigenlijk beetje bij beetje door de slagroom kloppen. Dus beter handwerk. En als je slagroom klopt of mengt, moet je altijd één kant opdraaien. Je moet niet terugdraaien. Dus niet dit gaan doen, want dan kan die ook gaan schiften. Ik heb pure chocola altijd, doe ik.
Je kan hem natuurlijk ook van melkchocolade maken en van witte chocolade. Maar ik vind pure chocolade wel het lekkerst van smaak. Nou, voor de chocolademousse geldt ook. Je kunt hem heel goed een dag van tevoren maken of 2 dagen van tevoren. Dan zet je hem in de koelkast. Als ik hem in de koelkast zet, doe ik er wel altijd een theedoek omheen. Dat hij niet de erge kou pakt. Dan is de temperatuur hetzelfde. Maar soms wisselt de temperatuur in de koelkast. En die theedoek die zorgt dan dat hij redelijk egaal van structuur blijft. Nou, dat is de chocolademousse. Je kunt hem op een bordje serveren. Je kunt de schaal op tafel zetten. Je kunt het in een glas doen. Kijk maar wat je leuk vindt. Geniet ervan. En ik wens je hele fijne feestdagen.